We staan hier in het Harde, langs de Eperweg, bij een controle. Wat zijn jullie hier aan het doen en waarom? We zijn hier met een grote groep met studenten zijn we een verkeerscontrole aan het houden. En dit is een mooie parkeergelegenheid om dat allemaal te doen natuurlijk. En waarom doe je een verkeerscontrole? Dat is gewoon puur en alleen om de verkeersveiligheid te bevorderen. Nu zijn er bij jullie acties omtrent de onderhandelingen met de CAO. Wat houdt dat bij jullie hier vandaag in? Nou, het is zo dat wij ons ook aan het coulancebeleid houden vandaag. Dat betekent dat voor kleine overtredingen wel een bon wordt geschreven, maar dat het een speciale bon is waarop staat in dat de mensen dus eigenlijk een waarschuwing krijgen. Nou, dan moet je denken aan hetgene niet bij je hebben van je rijbewijs of kentekenbewijs en andere hele kleine overtredingjes. Wordt het weer zo dat er natuurlijk technische dingen niet voor elkaar zijn of dat er sprake is van geen gordel dragen of telefoneren zonder dat het handsfree had gedaan. Dan wordt er natuurlijk wel een bon gegeven. Dan krijgen ze wel een echte bon. Maar het is erop gericht dat wij dus voor kleine vergrijpen waarschuwingen geven en geen bon uitdelen. Nu zijn jullie ook bezig met een goede doelenactie. Wat houdt dat precies in? Ja, we zijn hier met Mappamondo. Dat is een tehuis voor kinderen die het niet zo goed hebben, laten we zo stellen. En omdat er in het land wel meerdere goede doelen worden benoemd. War Child is onder andere geweest. En zo kunnen we nog verschillende grote andere doelen gaan benoemen die misschien in de toekomst ook wel wat gaan betekenen. Maar Mappamondo zit hier in de buurt in Wezep. En we hebben gedacht van nou, dan doen we dat goede doel, pakken we er gewoon bij. Het betekent dat wij dus een vrijwillige bijdrage vragen. Met name natuurlijk voor de mensen die een waarschuwingsbon hebben gekregen. Normaal gesproken waren ze misschien wel minimaal 60 euro kwijt geweest. Om een vrijwillige bijdrage te doen aan Mappamondo. Dus zowel de verkeersveiligheid als de kinderen bij Mappamondo gaan erop vooruit? Nou, een tweeledig doel. Als je zo wil zien, dan heb je dat heel goed gezien, ja.